Ik zag een mevrouw voor pijneducatie en gaandeweg werd ze steeds stiller. En toen in één keer zei ze op het eind, zei ze, ja, wat zijn sensoren? Toen dacht ik, oh, ik heb dit veel te moeilijk gemaakt. En toen zijn we helemaal opnieuw begonnen en toen kwamen we uit op voelsprieten. Dat begreep ze heel goed wat dat betekende. En zo zijn we gaandeweg het hele verhaal opnieuw doorgenomen, totdat we op het punt kwamen dat ze het goed begreep. Ik check nu veel vaker bij mijn patiënt, zitten we op dezelfde lijn, begrijpen we elkaar goed. En teach-back methodes, om te horen wat ik uitleg of dat goed landt en andersom dat we elkaar goed begrijpen. Ja, veronderstel niet dat je patiënt altijd begrijpt wat je bedoelt of wat je zegt. En check met elkaar dat je met dezelfde ideeën de deur uitgaat.